Anders dan de commissie Oosting staat premier Rutte vierkant achter Fred Teven. Mensen als Fred Teven, die heb je echt verschrikkelijk hard nodig in dit land om de klootzakken te pakken die proberen de wet te lichten. Misschien was die Teven-deal wel een hele goede deal, zegt de premier. Verder in het nieuws vandaag. De hoofdverdachte van de Feyenoord-rellen in Rome krijgt 1,5 jaar cel, maar Nederland gaat nog verder. Een Nederlands bedrijf gaat ook andere fonteinen opknappen in Rome. En de onroerend zaakbelasting gaat opnieuw omhoog. Het maakt heel veel uit in welke gemeente je woont. Goedenavond. Een gedegen onderzoek was het. Het rapport van de commissie Oosting over de Teven-deal. Schikking met een zware crimineel. Bewindslieden kregen ervan langs. En die deal zelf had volgens de commissie nooit gesloten mogen worden. Maar premier Rutte kiest een heel andere lijn. Misschien was die deal, zegt hij, helemaal niet zo slecht. Premier Rutte gaat er woensdag met de Kamer over in debat. Maar kreeg vandaag ook een heleboel vragen van journalisten over de Teven-deal. Vindt u dat u zelf iets fout heeft gedaan? Vindt u dat deze affaire, dat die toch op zijn minst riekt naar een doofpot? Nou, laten we dat maar voor het debat van woensdag houden. Alles gaat over de miljoenendeal die Fred Teven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Kees H. Maar waarvoor nog niet duidelijk is geworden wat de tegenprestatie was en wat het dus heeft opgeleverd. Rutte wil daarom de deal nog niet op voorhand afwijzen. Ik vind wel dat om daar definitieve conclusies uit te trekken, je in ieder geval die tegenprestatie zou moeten kennen. En die tegenprestatie kreeg de commissie Oosting niet boven tafel. En daarom oordeelde zij juist snoeihard over de Teven-deal. Die deal, was die fair genoeg volgens u? Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Fred Teven zelf heeft nooit iets losgelaten over de deal die hij sloot. Nou, weet u wat het is? U weet niet alles en ik wel alles. Dus misschien komt dat nog eens een keer naar boven en dan zal u het ook begrijpen. Ja. En premier Rutte... Nog een vraag hierop. ...blijft zijn partijgenoot verdedigen. Als ik het over Fred Teven heb, heb ik niet zozeer alleen hierover... Ik denk dat het land veiliger is door mensen als Fred Teven. Maar het blijkt toch ook dat hij dan de randen van de wet opzoekt of de regels zelfs overtreedt. Denkt u dan niet achteraf van ja, is dat eigenlijk wel goed? Ik heb steeds onderbreken, maar laat me even uitpraten. Dan luister ik ook terug. Mensen als Fred Teven, die heb je echt verschrikkelijk hard nodig in dit land om de klootzakken te pakken die proberen de wet te lichten. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar die klootzakken zijn vrijgelaten en zijn rijker geworden door deze deal. U kent toch niet, dat zegt toch ook de heer Oosting, we weten toch niet wat er tegenover stond. En daarmee blijft er mist ontstaan over deze deal. Een commissie noemde hem niet fair, maar de premier laat dat nu in het midden. Ja, Ron, in Den Haag opvallend, Ron, dat de premier ook na deze week Teven zo in bescherming neemt. Ja, dat is heel opvallend. Op zich, zegt Rutte, er zijn in de nasleep van die Teven-deal veel dingen fout gegaan. En we nemen de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport dan ook over. Maar op één belangrijk punt doet hij dat dus niet of niet helemaal. En dat is die Teven-deal waarvan hij eigenlijk zegt, ja luister eens, de commissie kan wel zeggen dat het geen fair deal was. Maar dat weten we helemaal niet, want we weten niet wat de tegenprestatie is geweest. En hij laat doorschemeren dat er wel degelijk een tegenprestatie is geweest. Hij neemt het dus helemaal op voor Teven en doet dan precies datgene wat de VVD steeds heeft gedaan bij deze affaire. Achter Teven blijven staan, niet heel erg openstaan voor kritiek of de vraag, ja, de waarheid moet op tafel komen. Vooral de firma Bescherming Teven. Dat was de VVD en dat was Rutte vandaag ook, maar dat heeft wel problemen gegeven. Ja, en we zagen al wat beelden daarvan. Hij lag vanmiddag behoorlijk onder vuur. Ja, in de wekelijkse persconferentie kreeg hij een spervuur van kritische vragen. Ook veel wantrouwen bij de journalisten. En we kregen een aardig inkijkje in wat zijn verdedigingslinie volgende week in dat belangrijke debat gaat worden. Hij zegt, ik heb de Kamer altijd wel degelijk goed geïnformeerd. Natuurlijk zijn er dingen achteraf gezien, kan je zeggen, fout gegaan. Maar hij blijft verdedigen dat het gegaan is zoals het gegaan is. En hij was ook nog niet van plan vanmiddag in ieder geval om een beetje te reflecteren op zijn eigen functioneren. Of hij nou dingen misschien ook anders had moeten doen. Nee, en wat zegt dat met name over het debat van volgende week? Dat debat zou al een pittig debat worden, maar door de opstelling die hij vanmiddag in de persconferentie heeft gekozen, heeft hij het er eerder voor hemzelf moeilijker dan makkelijker op gemaakt. Reken maar dat de oppositie de tekst van de persconferentie gaat opvragen en dat helemaal gaat uitspellen. De oppositie komt trouwens voor een flink deel met fractievoorzitters in het debat volgende week. Rutte gaat het heel lastig krijgen. Volgende week. Oké, Ron, dankjewel. Ja, het gaat goed met ons. In Nederland. Nederlanders geven hun leven gemiddeld 7,8. En daarmee behoren we tot de gelukkigste landen van Europa. Blijkt uit een langlopend onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daar wilden ze vooral weten hoe Nederland uit de economische crisis is gekomen. Goed dus. Alhoewel we ons wel zorgen maken over de toekomst.
Nou, je ziet eigenlijk altijd dat na een economische crisis de sociale gevolgen eerst nog een tijdje wat slechter worden. Dat er meer mensen problemen financieel krijgen, ook met gezondheid. Maar dat langzaam maar zeker, als die economie weer aantrekt, ook sociaal het wat beter gaat. Dus dat mensen toch weer meer aan het werk gaan. Dat mensen toch hun weer ja, wat gezonder leven. Dat mensen ook weer wat positiever naar de wereld kijken. En dat heeft invloed op de kwaliteit van leven en op het geluk van mensen. Ja, maar dat geldt lang niet voor iedereen. 1 op de 5 Nederlanders zit nog altijd in de hoek waar de klappen vallen en profiteert niet of nauwelijks van de opleving van de economie. Het zijn vooral ouderen, niet-westerse migranten en eenoudergezinnen. Huisarts Noor Kompier in Almere ziet die problemen van deze groep iedere dag in haar praktijk. Goedemiddag, dokter. Mevrouw Boulay zit in de schulden. Ze heeft deurwaarders achter zich aan. Ze komt bijna iedere dag bij de dokter, maar meestal niet met medische vragen. Soms en soms niet. Soms is het gewoon de vriendelijkheid. Dus. En hoe belangrijk is dat? Voor mij heel belangrijk. Want ik leef een beetje geïsoleerd, zeg maar. In dit stuk van Almere wonen veel kwetsbare mensen. En huisarts Noor Kompier is er graag voor ze. Hartinfarcten die optreden, hart- en vaatziekten, diabetes, COPD. Dat zijn allemaal ziektebeelden die je hier meer ziet. Daarnaast zie je ook wel dus, de psychosociaal problematiek. En daarin zie je dat mensen veel schulden hebben. Maar dat is dan voor ons als huispraktijk Stedenwijk juist een uitdaging. Van hoe ga je als dokter, maar ook als doksassistente met die vragen om. Vragen bijvoorbeeld van mevrouw Nijland en meneer Germans. Hij heeft hartklachten, zij is chronisch moe. Voor u. Geld uitgeven aan medicijnen betekent soms 's avonds geen eten. Dan moet ik denk ik mijn kinderen lief aankijken, dat we daar wat vaker gaan eten. Want anders red je het gewoon niet. Het blijft continu een vorm van kiezen. Ja. Ga ik geld uitgeven aan therapie, ik noem maar wat. Of ga ik geld uitgeven aan de boerenkool die ik vanavond wil eten? En ook bij mevrouw Schouwerman stapelen de problemen zich op. Ik kan haast niet lopen. Ik kan nergens meer naartoe. Je kan niet meer naar het theater. Je kan niet denken van, zoals vroeger ging ik nog wel eens naar de Toppers en zo. Toen ik nog werkte, dan deed ik dat allemaal. Of ik ging de stad in en ik ging een bakje koffie ergens drinken. Hoef je ook niet meer te doen, want het is me te duur. De gemiddelde Nederlander waardeert zijn leven met een 7,8. Maar de kwetsbare groepen halen dat bij lange na niet. Zij geven hun leven vaak een onvoldoende. Ja, veel meer over het SCP-rapport kunt u terugvinden op onze website nos.nl. Ja, veel mensen wisten niet wat ze zagen toen begin dit jaar deze beelden de wereld over gingen. Het werk van Feyenoord-fans rond de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. Ze trokken een spoor van vernieling door de stad. 44 mensen zijn vandaag in Rotterdam veroordeeld vanwege die ongeregeldheden. En de straffen lopen uiteen van 18 maanden cel voor iemand die een vuurwerkbom gooide naar de politie, tot taakstraffen van 220 uur voor andere relschoppers. De verdachten die hebben blijk gegeven van een volstrekt onacceptabel gebrek aan respect voor het bevoegd gezag door aanwijzingen van politieambtenaren te negeren en te beantwoorden met geweld. Daarnaast heeft de verdachte door zijn gewelddadig handelen de reputatie van Nederland en zijn voetbalsupporters beschadigd en ernstige schade toegebracht aan het aanzien van Feyenoord, de club die ze zeggen te steunen. De ernst van dit verwijt rechtvaardigt een forse, onvoorwaardelijke straf, zoals ook door de officier van justitie is geëist. In Rome zijn ze het eens met de veroordeling van de Feyenoord-supporters, maar Nederland gaat nog een stapje verder. Als gebaar worden daar in Rome nu ook andere fonteinen opgeknapt door een Nederlands bedrijf met Nederlands geld. Terug bij de Barcaccia-fontein waar het in februari allemaal begon. De gemeente Rome gaf uiteindelijk 75.000 euro uit om de inslag van 106 bierflessen van Feyenoord-supporters op het monument hier achter me te herstellen. Maar ook al lijkt de schade wel hersteld, veel Romeinen zijn het eens met de veroordeling van de Feyenoord-supporters. Ze zijn comportati abbastanza male, da delinquenti quasi. Io penso non so la pena se può essere esagerata, però. Può stare comunque secondo me. Sono danni che sono irreparabili, quindi è difficile dopo che i monumenti nazionali ritornano ad essere quelli che erano come in principio, ecco. Secondo me sì, è una cosa giusta comunque ricordare questi avvenimenti che sono accaduti, perché, anche perché bisogna evitare un futuro.
che accadano di nuovo queste situazioni. Als gebaar van vriendschap richting Rome werd afgelopen maanden door Nederlanders zo'n 40.000 euro ingezameld. Met dat geld zullen twee andere kapotte monumenten in Rome door Nederland worden opgeknapt. Als je hier kijkt zit er heel veel kalkaanslag op en dat komt voor het water wat er overheen gelopen is. En dit is er één van, de Bijenfontein van Bernini, ook de maker van de Barcaccia. Wat er nog tekort komt voor het herstel, betaalt het restauratiebedrijf uit eigen zak. We vinden het gewoon verschrikkelijk dat er een stukje cultureel erfgoed beschadigd is door mensen uit Nederland. Ik durf het geen supporters te noemen, maar de hooligans in Nederland. En er is een stukje cultureel erfgoed beschadigd en wij vonden het onze plicht om dat gaan te doen in Rome. In totaal draagt Nederland nu bij aan de reparatie van 3 monumenten in Rome. Files. Die zijn al vervelend genoeg, maar helemaal natuurlijk als ze worden veroorzaakt door de politie. In de file staan omdat de politie flitscontroles houdt. Dat soort files is het afgelopen half jaar verdubbeld, zeggen ze bij de Verkeersinformatiedienst. En terwijl de politie juist had beloofd te stoppen met flitsen als ze zagen dat er een file ontstond. Wat we hier in de rode cirkel zien is eigenlijk een remmende automobilist die schrikt van de snelheidscontrole die hier staat. Het busje staat vrij onopvallend, maar het apparatuur zit hier op de vangrail en daar schrikken mensen van. En wat je dan gaat krijgen, is hier nog een rembeweging van iemand. En er komt zo meteen een oranje autootje in beeld en die moet gaan uitwijken. Kijk, die schiet hier de vluchtstrook op. Dat is gewoon levensgevaarlijk en natuurlijk hartstikke schrikken. Een half jaar geleden werd afgesproken dat de politie zou stoppen met snelheidscontroles als Rijkswaterstaat filevorming constateert. Maar van die afspraak is volgens de VID niets terechtgekomen. Sterker nog, het aantal files als gevolg van flitscontroles is verdubbeld. In totaal hebben we zo'n 300 kilometer file geteld in de tweede helft van 2015. En dat is vergelijkbaar met een flinke avondspits. Dus één avondspits kunnen we in zijn geheel toeschrijven aan snelheidscontroles. Het heeft even geduurd, maar Rijkswaterstaat en de politie beloven nu beterschap. Eind november zijn de nieuwe afspraken ondertekend door Rijkswaterstaat en door de politie. En het uitgangspunt hierbij is dat de controles plaatsvinden op plekken en op tijden waarbij de controle niet leidt tot file. En dat is anders dan voorheen? Dat is anders dan voorheen. En als wij hier in de centrales constateren dat het toch gebeurt, dan nemen wij direct contact op met de politie. De politie moet eigenlijk gewoon veel onopvallender controleren. Dat is de kortste klap die we kunnen maken. Op dat moment kunnen automobilisten niet meer schrikken van de controle. En hoeft er dus niet meer geremd te worden. En dat komt de veiligheid ten goede. En mooi meegenomen ook de doorstroom. Europa krijgt 1 grensbewaking. 1 dienst die de grenzen van de EU in de gaten houdt. Er komt een soort snelle interventiemacht, die zal bestaan uit ongeveer 1500 grenswachten. Hij krijgt eigen geld en personeel om informatie te verzamelen en analyses te maken. Dat is anders dan de Europese grensbewaker van nu, Frontex. Die moet bij ieder probleem vragen om grenswachten bij de afzonderlijke EU-lidstaten. In Genève zijn 2 Syriërs gearresteerd. Ze hadden sporen van explosieven in hun auto. Na de aanslagen in Parijs zijn diverse huizen in de Zwitserse stad doorzocht. Er gold sinds gisteren een verhoogd terreuralarm. Dat is nu opgeheven. Of de arrestaties verband houden met de aanslagen is niet duidelijk. In de buurt van Alkmaar is een dode man gevonden. Hij is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Het lichaam lag op een fietspad in een recreatiegebied vlakbij de stad. De Rabobank stopt met het sponsoren van wielrennen en de paardensport. De bank wil zich meer richten op sponsoring van lokale verenigingen. De bank geeft ieder jaar 35 miljoen euro uit aan sponsoring. Dat bedrag gaat nu omlaag. De Rabobank sponsort de wielersport sinds 1996. De Rabobank zit midden in een grote reorganisatie en moet bezuinigen. Deze week maakte de bank bekend dat er nog eens 9000 banen verdwijnen. Wie een huis heeft, betaalt volgend jaar opnieuw meer OZB. De gemeentelijke huizenbelasting stijgt gemiddeld 1,8%. De vereniging Eigen Huis heeft dat uitgezocht. Dat is opvallend, want die stijging is hoger dan wat ze goed vinden in Den Haag. Maar nog opvallender misschien zijn wel de verschillen per gemeente. Amersfoort bijvoorbeeld, daar stijgt de OZB komend jaar met 11%. En woon je in Berg op Zoom, daar daalt die juist met 5%. En zo zijn er meer opvallende verschillen. Ja, aan de overkant van de weg ligt Sliedrecht. Daar daalt de onroerend zaakbelasting met 0,3%. Aan deze kant ligt Hardingsveld-Giessendam. Hier stijgt de OZB met 8,8%. De wethouder mag dit gigantische verschil eens uitleggen.
een mogelijke verklaring zou kunnen liggen dat bij wijze van spreken Sliedrecht in het verleden meer heeft kunnen ontwikkelen aan bedrijventerrein en dat soort zaken, wat geen windeieren gelegd heeft, misschien meer dan Harrisveld-Giessendam. Ja, de OZB-verhogingen die verschillen enorm. In de ene gemeente betaal je soms wel 3 keer zoveel als in de andere gemeente. En ja, dat stoort mensen natuurlijk al. En het andere is dat die jaarlijkse verhoging, soms ook een verlaging, maar vaak een verhoging, dat die ook enorm uiteenloopt. Ongelijkheid in de OZB is één ding, dat is bekend. Maar als straks het belastingplan van de regering doorgaat, mogen gemeenten nog meer belasting gaan heffen. Wat gaat er dan gebeuren? De pot die een gemeente binnenkrijgt, zeg maar, wordt groter waaruit ze zelf kan kiezen waar het geld aan besteed gaat worden. Dat zal dus concreet kunnen betekenen dat in de ene gemeente een zwembad wel in stand blijft en in een andere gemeente het zwembad wegbezuinigd wordt. Mijn zorg daarbij is, er ontstaan verschillen, die verschillen worden groter. In hoeverre vinden we dat aanvaardbaar dat die verschillen er zijn? En in hoeverre houden we rekening met de gevolgen die dat heeft voor de portemonnee van de mens? Voor de zomer komt de regering met een brief over hoe de gemeenten die extra belastingen moeten gaan heffen. Verschillende gemeenten, waaronder Hardingsveld, Giessendam, hebben ons laten weten dat de verhoging van de OZB een compensatie is voor de jaren waarin die juist niet steeg of omlaag ging. Langer de tijd nemen om te praten met patiënten. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen mogen dat, van zorgverzekeraar VGZ. Die denkt dat er op die manier minder behandelingen zullen worden uitgevoerd en dat de zorgkosten zullen dalen. In de praktijk blijkt het te werken. Hier moet het voortaan vooral gebeuren. En veel minder daar. Artsen die met patiënten en familie lang overleggen, afwegen of een operatie of een behandeling opweegt tegen de nadelen. En nogal eens concluderen het niet te doen. Wat we bespreken zijn vooral van ene kant de algemeen van wat zijn de ziektes, waar heeft men last van, wat zijn de klachten. Maar vooral ook van wat zijn de wensen van iemand. Wat heeft hij nog, zeg maar, voor doelen eventueel in zijn leven voor de resterende tijd. In de gezondheidszorg kunnen artsen steeds meer. Ze kunnen sneller opsporen en kiezen uit een scala aan behandelingen. Daardoor dreigt het gevaar van overbehandelen en dat maakt de zorg nog duurder. En wat de artsen ons laten zien is dat als we hen de ruimte geven, dat zij eigenlijk precies weten waar die zorg zinniger kan en waar die onzinnig is. Minder behandelen kost een ziekenhuis geld, maar het wordt het Radboud UMC door VGZ mogelijk gemaakt. De premie kan uiteindelijk omlaag, denkt Klink. Dat duurt nog wel even, maar dit jaar, komend jaar, gaan we zeker resultaten zien en dan gaan we zeker meenemen in de contractering, zodat er in 2017 in ieder geval iets van terug te zien is. De Patiëntenfederatie en PCF juicht de afspraken toe en hoopt dat ook andere zorgverzekeraars en ziekenhuizen soortgelijke afspraken maken. Minister Schippers van Volksgezondheid is enthousiast over het initiatief van het Radboud. Ze hoopt dat meer zorginstellingen dit voorbeeld zullen volgen. De stemming in hun buurland, de VS, vinden ze maar niks. De afkeer daar van vluchtelingen. De Canadezen doen het tegenovergestelde. Canada is begonnen op grote schaal Syrische vluchtelingen naar binnen te halen. Voor eind februari wil het land 25.000 vluchtelingen opnemen. Ze komen uit vluchtelingenkampen in Jordanië. Het ging niet zomaar even tussendoor. De nieuwe premier van Canada heeft de eerste Syriërs laten ophalen met een toestel van de luchtmacht. Amper een maand is hij premier, de linksliberaal Justin Trudeau. Hij won de verkiezingen van de conservatieven. Onder meer met de boodschap dat hij meer vluchtelingen wilde opnemen. Hij kwam zelf naar de luchthaven en sprak eerst het welkomstcomité toe. We get to show the world how to open our hearts and welcome in people who are fleeing extraordinarily difficult situations. Tonight they step off the plane as refugees, but they walk out of this terminal as permanent residents of Canada. Daarna jasje uit. Welcome to your new home. En helpen bij het uitdelen van kleding. Trudeau is niet bepaald bang voor de publieke opinie. Volgens hem is dit het ware gezicht van Canada. En hij staat niet alleen. De grootste krant van Canada kwam met een speciale voorpagina, compleet met welkomstbrief. Deze plaats is ietsje groter dan Damascus of Aleppo en heel veel kouder, maar vriendelijk. Canadezen hebben gezien hoe jullie land werd verwoest. En we weten dat het een angstaanjagende, hartverscheurende nachtmerrie was. Dat ligt nu achter jullie.
We willen jullie helpen een nieuwe start te maken. Thank you, thank the Canadian government, Canadian people. We are going to leave the Canadian way here. I think this is too big. Yeah. Soms kunnen vluchtelingen terugkeren naar de plaats die ze moesten ontvluchten vanwege het oorlogsgeweld. Zoals de Iraakse stad Sinjar. Vorige maand veroverden Koerdische strijders die stad op IS. En alhoewel het grootste deel van de stad in puin ligt, proberen sommige bewoners een oude leven op te pakken. Een enkeling waagt zich in de verwoeste stad. Maar het enkele winkeltje dat weer open is, verkoopt eigenlijk alleen aan soldaten. عالم ویدره چو تی پیش مرگل ویدره نه دکان ویدره دور بون خلق شنگال تین سرال مالت خود دین جبر جره و دعی مالت وان چاگونا گلگ خوشو با بسی داعش هاتی خراکر و تشتگ نهی لو تا دی جن برنو زارو برنو مالا ما خراکر هاو هان Twee dagen na de herovering hebben de twee neven hun winkeltje heropend. Ze slapen er ook, maar niet van harte. Daas ne zingi me. Hou een auto op de stand, daas ne zingi. Kataroji ne kat. تانه گیده بیست هاو نه بیست پنج هاو نه نه بیش نه ها باشه یعنی ویشولی آمین به باشه باز عائله نی کاریم ویشولی بگن از ایش برش نقطه ایش بر ور نقطه دیسا و هانی بو و هانی باش و داعش هات که تن ارده هفت هزار کتکوش نی از دیابه De inwoners lijken de stad te hebben opgegeven, want onder de mensen die even terugkomen zijn ook veel plunderaars. Ari wallah bra khal zorit ba. Ari wallah. Aje nal bar mala khobi hamid ban. E nal bar mal bi ad ban. وجيت اعمل بر مال خنا بر غراد الخزر تشلينا شويه تشلينا شويه En dat wil hij dus graag zo houden. Het portret is trouwens van imam Ali, vereerd door Shiiten. Zijn daar Shia, zag? Shia, Zayid. Ja, Shiit leefde dus hier met Soenitische Koerden samen en Jezidis. En dat ging allemaal prima. Dat willen ze ook blijven doen, vertellen zij eigenlijk allemaal. Maar met Arabische Soenieten, dat is IS, daar willen ze niet meer mee samenleven. Nooit. Wat dat betreft is er meer dan alleen emotionele en fysieke schade aangericht in Sinjar. De vraag leeft trouwens of de schade niet te groot is om te repareren. به جای هک بمینه شنگال یعنی پیش نیاره نو شنگال هف بمینه و کو تاریخ این زنیم روزه که چپ سری وی هاتیا و شنگال که نو بیتا واکن امودرن کرده باشتر Brengt ons bij het weer, het weekendweer, Willemijn. Waar kunnen we ons op voorbereiden? Ja, wat wisselvallig, maar zeker ook met mooie periodes. En vandaag lag een dik pakket aan bewolking over ons land. Daar viel ook wel wat regen uit. Maar het mooie is dat je hier een hele donkere zwarte lijn ziet, net aan de bovenkant van die bewolking. En dat is een schaduwrand, want de zon schijnt hier vanaf het zuiden, zo over die bewolking heen. En dat levert dus zo'n zwart plaatje op. Vanaf de onderkant zag het er zo uit. Hele prachtige scheidslijn in het noorden, uiterste noorden dus, van ons land, in Roodeschool in Groningen. En als we dan weer van bovenaf gaan kijken, dan zien we dat die bewolking hoorde bij een hele langgerekte zone die zich over Europa uitstrekte. Nou, komende 24 uur krijgen we te maken met onder andere deze rug van hoge druk, zorgt voor wat rustiger weer. En daarna ontwikkelt zich in deze bewolking hier, en dat kunnen we ook zien als we naar de modelverwachting gaan kijken, een klein lage drukgebiedje. En dat gaat neerslag bij ons opleveren. En daar hebben we dan op zaterdag mee te maken in de loop van de middag. En zeker ook in de avond en waarschijnlijk de grootste neerslaghoeveelheden dan in het noorden van ons land. Over neerslag gesproken. Nu komen de laatste radarbeelden in beeld. En u ziet dat vooral de zuidelijke helft van ons land toch nog te maken heeft met wat neerslag. Nou, vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Misschien in het zuidoosten nog een beetje regen. In het noordoosten een enkele bui. Er zijn ook opklaringen. En lokaal koelt het af tot een graad of 3. De wind is in eerste instantie nog hard, maar die zwakt in de loop van de avond en nacht wel wat af. En dan morgen begint de dag met her en der wat zon. In de ochtend neemt die bewolking vanuit het westen al toe en dan krijgen we dus te maken met dat regengebied wat over gaat trekken. De meeste neerslag dus in de avond en vooral in de noordelijke helft van het land, hoewel het niet helemaal droog blijft hier in het zuiden.
In de loop van de middag, met dat regengebied eigenlijk, gaat de wind ook weer aantrekken. En dan komt er opnieuw een harde wind te staan in de kustgebieden. En is er ook kans op windstoten tot zo'n 75 km per uur. Zondag is de wind veel rustiger. Het is dan nog steeds een graad of 8, net als op zaterdag. Er is wat zon. In het zuiden wat bewolking of wat meer bewolking. En daar kan ook wel wat regen vallen. En dan begint een nieuwe week waarbij het op maandag droog is. Vanaf dinsdag weer wisselvalliger en het wordt weer zachter. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Premier Rutte neemt het op voor Fred Teven en roept daarmee een hoop kritiek over zich af. In Nieuwsuur meer daarover en over de Nederlander die nu tevreden is, maar zich zorgen maakt over de toekomst. Om 10 uur, NPO 2. Ik wens u een goed weekend.